En van harte, goeiedag. We zijn er weer live vanuit de studio's van DTV Express. En natuurlijk hebben we dus dan in de studio vandaag een activist. Die heb ik al eerder aangekondigd. We gaan met hem praten over de recente ontwikkelingen in Suriname. En het wordt een open uitzending. Dat wil zeggen dat als je dus dan vragen hebt, mag je ze appen. En later krijgt u ook de gelegenheid om te praten met Cibrano Piqué. En als je oneens bent met hem, mag je dat ook zeggen. Als je eens bent met hem, je tak na, maar in ieder geval, je mag hier die discussie aangaan met hem hier. Het moet wel een gezonde discussie blijven. Maar als je vragen hebt en opmerkingen, mag het gewoon in deze live uitzending met deze Sranamang, die al enige tijd timmert aan de weg. Hoe gaat het met u? Bij mij ook prima. Ja. Bij u ook prima. Ja. En de luisteraars natuurlijk van DTV Internationaal. Saludos. Mooi. Er is veel om op het... bord te zetten, de Mabo Takino. Voeru Def Taki, meneer Cibrano Piqué. En Mikariko, omdat ik vind van, kijk, je bent iemand die constant bezig bent. Je bent constant bezig met Suriname. Je volgt de ontwikkelingen. En we willen natuurlijk weten van jouw kant uit van, hé, van je bepaalde tori. Maar hoe begin je naar mooi tori? Er is olie. De man dat olie van door meneer Jagisser, leg Taki Jagisser naar directeur of staatsolie. Maar leg uit dat je vanaf 2018, de wou begin... 18? 2028, de wou begin naar olie. En Sranaka verdient tussen de 16 en 26 miljard... US dollar. US dollar, nu maar. Ugoedu, akondre goedu. Zo, eerlijk gezegd, aan nieuws dat je olie bij de, mijn beheerde zie dat die bouterse best doen. Ja. Toch? En de president zei dat nu de, olie nu bij de in een plan. Dat we beginnen direct zo. Ik heb de president gezegd op een podium. Ik heb de olie-defini. Ik heb contact met Shell. Ik heb contact met Nederland. En ik heb de olie-defini-kus. Dus dat wat Bouter te zeggen was politieke taal, podiumtaal. Yeah, yeah, yeah. En nu ineens doet diezelfde man zo blij. En lijkt naar één pota olie dat in Aliba. En hij doet naar één fin olie en gas uit. Dat is bedekbaar. Toch? No. Oké, dan moet beginnen. We gaan exploiteren nu. Blij, ga je eerlijk zeggen. Ben je blij? Nog niet. Nog niet? Nee. En waarom nog niet? Omdat wij als Surinaamse bevolking nog niet ready zijn voor zoveel geld. Kijk, zoals mij denkt dat naar money, naar oplossing. Maar in begin bereid je bevolking, een gemeenschap je begin bereid voor. Dat naar iemand tralibi wil gaan. Naar een trafassie wil leiden. Naar lekte je pa. Eguaroko, yuma eguaroko, da de gisa de mangiu, en ide tevreden. Maar nu de amoni enezip pa winwa jackpot. Yu pas ref no sap go omang amoni.
fa amo leer de chigo om nanga money. Dus op den duur, as somen money, et trouwen gevaar, gi uno sa aba money. Je ziet in alle landen waar er olie en gas wordt ontgonnen, heb je oorlogen. Ja. Hebben we ons voorbereid. Allegre funu kop chin so moro bigi, want bigayo fadong. Allegre funu kop moro bigi, hoe staat het met veiligheid? Hoe staat het met de voorbereidingen daarnaartoe? Want ik hoorde daarnet meneer Ramcharan iets belangrijks zeggen. Hoeveel dat niet keer in de manier bezig ja. Scoren. En mi be aba idee ba. Taki para. Bo, mogen we mitangen, want toen kleine ondernemers in Para, grote ondernemers in Para, zouden leveren bijdragen. En ik heb al twee mensen bereid op Aruba, die daar ook een kracht hebben gegeven te Valero, Aruba, Perema Bezana Oli. En de man kon als aan, maar natuurlijk een paar de man, daar hebben we ook voor zorg de lessen, maar dat was voor Para. Toch? Dus die meer als aan is, dan keer hem, oké, okay, leuk, dan had ik wel een, maar ga je eerlijk zeggen, ik ben nog niet blij met de oliefonds. Ik weet dat het heel wat kan veranderen in Suriname, vooral economisch. Maar een man dat kan bouwen. We waren ook blij toen we boksheet hadden gevonden, toch? Ja. Nou, de boksheet naar de morgen samen. Wat hebben we van overgehouden? Dat je toch, want je brok op een nasie dat bij Billington, zwart Billington zit eruit. Right now. Het is Thierry. We gaan niet goed om met onze rijkdom, zeg nee, we gaan niet goed om met onze rijkdom, omdat we geen good governance hebben. We hebben alleen maar boeven die daar gaan zitten. En mensen die alleen maar denken aan een klein groepje. Toch, de mij denk je de mattie, de mij denk je de familie, de mij denk je de afspraak, zeg maar, dan gaan we toe man. Dus ik ben nog niet blij, waarom ook, Gerald? Mm-hmm. Kijk, om Fudika olie, na pas 2028 de matakolo bieke pompo. Ja. Gerald, Suriname in de wereld is een van de landen met de grootste waterbronnen. En om water te pompen uit de grond, heb je niet zoveel miljoenen investeringen nodig en zoveel tijd nodig om water te pompen. Wat kost een liter water en wat kost een liter benzine? Toch? Maar niemand. Dus dit is gewoon om mensen te brengen in een hoera-stemming. Oké, okay, Dubai is opgebouwd, olie en gas money, Qatar, al die plaatsen. Suriname gaat denken, oké, okay, we zijn morgen als Dubai. Nee, we kunnen over 20 jaar als Haiti belanden. Na 20 jaar kunnen we even goed als Haiti belanden. Dus het is niet gelijk, geld is gekomen, dus we moeten hoera. No. We hebben geen voorbeeldige leiders. We hebben geen integere leiders. Die moeten nog komen. Vandaar dat ik de voorkeur nu geef aan een vrouw. Toch? Misschien zou een vrouw hiermee beter omgaan. Toch? Een vrouw met kennis, een vrouw met kunde, met draagvlak, weet je. Ik denk een vrouw zou hiermee beter kunnen omgaan. Reden waarom, Gerald, je moet ook rekening houden. Voor de man ko aan de macht. Voor controle go to. Voor controle OW, voor controle financiën, voor controle de ministeries. Kijk wat die mannen allemaal met zichzelf tegen elkaar doen. Vooral NH, ja. Toch? Look het natuurlijk, toch? Look hoe ze ermee doen aan de Srefiba. Dan laat staan if ammoni o de la. Dus je denkt met andere woorden, net als meneer Ramcharan, ammoni nom going aan of de mazi. No. Never, nooit, nunca, jamais. Nooit, met Sweringi. Vooral niet de mensen die 48 jaar lang de kans hebben gekregen om Suriname te leiden, politiek-wise. Niet in geen van hun handen. Niet in Boutense handen, niet in Chansen handen, niet in Brunswijk handen, niet in Rusland handen. Sommo helemaal niet. Ze hebben toch in geen van die mannen moeten komen, maar... Ja, maar die leiders hebben nu... Je noemt maar voor de mannen binnen 1, 2, 3 jaar, hè? No. Je snap je toch? We gaan nog... Geloof mij, 2025 gaan we nog echt te maken hebben met die leiders. Dat is de realiteit. Dat is de realiteit. Toch? Maar ik denk wel dat er ergens een omwenteling kan komen. Als die omwenteling nu niet komt, dan ga ik niet blij lopen doen hier. Dat ik money vind niet. Want money vind niet, dat is hoe ze om naar een positie. Maar bij Bartaki, Holland moest bij de nazaten voor tot slaaf gemaakt. Nou, money bokong. Money bo lossen op. Aan een manier is wabi. Money bo chamore faya kon om minder. Dus aan een money na een oplossing. Faya go om naar een money. Faya go om naar een gemeenschap. Hebben we al voorbereiding getroffen. Hoe gaan we het aanpakken? Met dit? Oh, kom boep. Je wil naar money direct. Faya go om naar een. Dus ook de voeren, de man versoepelt bepaalde zaken, maar die mannen gaan steenrijk worden. Die mannen gaan zichzelf verrijken. Ik heb het over deze boeven van 48 jaar politiek in Suriname. Ja, maar kijk, meneer Jagister, de directeur van Staatsolie, die zegt van, we moeten vanaf nu starten. Toch? We hebben dat leiderschap niet, dat wij willen zoals u dat zegt. Maar we moeten nu starten met bouwen van restaurants, alle soort, je zou het over offshore zijn, alle soort zijn. Moest beginnen. Suma opbouwen nou. Suma naar de massa bij Biggie Money nou. Dank je. Het zijn die mannen van meneer Jagger. Het zijn de Amoni en Lolo nou de Chinezen in Suriname. Daarna zijn de Hindustanen bij Amoni en Lolo.
De rest vindt kruimels. Toch, dus heeft niemand begint Barry, we moeten nu bouwen, we moeten dit doen, dat doen. Dan weet je al wie gaat bouwen, van wie we afhankelijk gaan zijn straks toch. Het komt ook voor in die 10-jaar plan toch, dat ze op een A4 hebben staan. Ja, maar iemand moet bouwen. Ja. Iemand moet bouwen. En wie in de gelegenheid is, die gaat ook bouwen. En wie heeft die mensen in de gelegenheid gesteld? Nee, ik bedoel, kijk, als we praten over de groep, je praat over de Hindustanen, de Chinezen. Mm-hmm. Laten we ons houden, de Chinezen... Mauristanen bijvoorbeeld. Die moeten naar Dapé en Kapitaal doen. Ja, daar is. Naar Dapé de Mamoro scoren ook toe. Ja. Toch? Nee. Je hebt trouwens dat bijdiploma ook toe. Dus dat weet ik niet. Omdat ik ook tegen Abba Money kan doen moro voor zijn. Dus niet kan de moesgoos toekomen met de mensen die vinden. En ik heb respect voor iedereen. Na je opleiding, je hoeft je voorraadschulden kunnen niet aan te bieden daarmee. Voor die UTEP zo'n scoren. Maar er zijn een aantal, vooral als we kijken naar de huidige regering. Dan zie je dat het aantal gekochte diploma's daar rondlopen. Ja, toch gekochte en, diploma's, want die kennis... En de mannen dus doen dat de positie? Diezelfde mannen, met hun vrienden, met hun familie, diezelfde mannen gaan door, bro. Niks gaat veranderen. Wil men me zeggen dat Thea Olivier niet vindt, dat ineens Chan Oapwantra een hart van goud. Deze man zijn hart verandert. Als hij tenminste hart heeft, verandert het nooit meer. Toch? Dus iemand tegen mij dus, ammoni no bede, dan luk ik van de man bij om naar hun. Dan moni ook om, dan ook, de moro kon naar hun moron, lag in een slaaf, de moe mee kunnen. Want ieder wil een beter leven leiden, dus die mannen gaan systemen creëren waar ze ons afhankelijk gaan maken van dat geld. Dus Ja, maar de president heeft al gereageerd bij EBC, heb ik gezien, tegen journalisten. Die geeft aan van, we krijgen olie, dat is heel belangrijk, maar het leiderschap is belangrijk. We weten als Surinamers, ik word van gelijke strekking hoor, we weten als Suriname, Suma Charugo een probleem en Suma Onopot. Ammonidis na in de Anumor. We weten dat al. Deze mensen moeten een kans krijgen. Deze regering moet een kans krijgen. Om verder te gaan. Om Suriname te leiden naar gas en oil. Bedoel je de huidige regering? Ja. Yeah. Amai is tjadekati jong. Amai is hogri morok. Namai is kierkain. Gerald. Dus het beleid is de nono de 3 jaar. Minet ook over de vorige regering. Adisan de 3 jaar. Is de slechtste regering ooit geweest. En waarom? Geef me één goede reden. Waaraan we kunnen vasthouden van nee, deze regering geven we de kans om misschien nog 5 of nog 10 jaar door te gaan. Want een man zou kostdong, een man zou de aan de macht tijdens 2028. Bijna nooit moronegwer. Nooit moronegwer, dus hij hoeft niet veel te doen. Hij moet alleen maar geld pompen, maar dan zijn we over 25 jaar ook als Haiti nu. Dat wel. Toch? Maar zij kon ook aan de macht 2005. Daarom zeg ik, Gerald, deze mannen zullen over lijken gaan. Nu al begint hij te slijmen dat we hem moeten laten. Nee, hij moest vandaag al oppassen. Hij moet vandaag al oppakken. Dus waarom zit hij nog te hopen dat we hem een kans geven? Zelfde VHP wil de president niet meer als voorzitter. Ik heb mijn insiders. Zelfde VHP wil hem niet meer als in apartheid schrijf. Zelfde VHP is die man zat. Niet vanwege die man zijn kennis en kunde is hij bij de VHP beland. Toen die man een politieminister was, justitieminister was, heeft die man bepaalde handelingen gepleegd, bepaalde mensen bevoordeeld daar in de top van de VHP. En daarna, een man begint met one to finger, man one to lane. De man pot aan man kon je naar hoofdbestuur, is een man met een manoeuvre aan man kan door de president. Maar niet vanwege zijn kennis of zijn kunde. Dus we moeten op die dingen letten, deze man is geen leider. Deze man doet alles behalve leiding geven. Deze man is een soort van geboren dictator. En dat heeft hij thuis bewezen en dat bewijst hij nu ook hier. Toch? Dus het is niet dat die man een record heeft van, hey, dit doet hij goed, dat doet hij goed. Want hij is opgevallen tijdens zijn justitieministerschap. Maar we weten ook dat 90 kilo was verdwenen bij Atim daar. Toch? We weten ook dat hij een jongetje heeft doodgeschoten of lekker voor zijn auto, toch? Al die dingen, hoe zat dat? Ik ben je bombe bij het wanboto dat ben aan die keri, toch? Ja, toch? Dus hoe zat dat? En zo bij een autotori voor een lange vrouw. Dat toch? Dus het is niet iemand die we ook kunnen vertrouwen. Dus hij moet stoppen om met vinger te wijzen naar die andere. Want hij is niet beter dan Boutersen. Hij is niet beter dan Brunswijk. Hij is niet beter dan Somo. Rusland, na enigste slimme vos. Zat doe en zani, maar en nooit nobody. Dat ja, heb ik nooit akkoppen. Ieder kan het doen en zani, even nooit doen. Laat ons even eerlijk zijn. Mino jere, nou aan vrouw me voor Rusland. Tide uno bespreekt dat. Maar wat er iemand kon het hebben. Dat man bij de minister. De rest, tori de. Dus alle de maïs op dat vinger. Allemaal. Maar hij is die timide manager, hij is die scherpe manager. Hij is bij Biggie Ketty, Biggie Angadus Ino. Biggie Water Scooter, Biggie bij Homer Fisabi. Dus al die mannen die hier nu hebben gezeten, die een kans hebben gekregen in 48 jaar om Suriname te runnen, al die gasten moeten we met water en tak opruimen. Uitroeien die gasten. Mm.
Dat is best wel dezelfde uitspraak die meneer Ram Charan doet. Ik heb naar hem geluisterd en brief me mis dong. Is dat zijn mijn Briti? Mier even aan mijn takkie, dan met dat boy. Ik ben blij dat het uit iemand anders mond komt. Want alles dat hij daar heeft gezegd, broer, ja, dat heb ik altijd constant. Ik heb erop gehamerd in die lives. Maar je hebt een groep die naar me wilt luisteren, een groep niet. Ja. En nu krijg je een andere groep die wel naar die man luistert. Dus een groep zou ik kiezen informatie. Ik kom morgen op Biggie. Ja, ja, ja. Hij zegt dat deze zegt dat met Brady. Dus de sanse met mijn vierde chit. Ik hey, want to man is a wiki, want to man is a wiki a people. Dus ik vind het alleen maar prima. Maar dat deze regering een kans moet krijgen om, oh man, die man pleegt constant aanslagen op onze intelligentie. Die man denkt nog steeds dat wij onze voorouders zijn. Dat zijn we niet. Oké, okay, maar toch wel een andere vraag. U bent iemand die opkomt vooral voor de kansarmen naar de zwakke in de samenleving. Wat zouden ze kunnen doen voor kan gomi naar olie naar gas? Want if I kom, dan om tabaka. Ja, deze. Wat denk je? Kijk, dan ga je het werk moeten krijgen van integere Surinamers die daarboven de ruimte hebben om die mensen te ontmoeten. Je gaat middelen ter beschikking moeten stellen. Precies wanneer je de verkiezingscampagne hebt, gaan die mannen met bussen helemaal naar Kwamala Sebuto. Die mannen organiseren zulke dure trips naar het binnenland om die mensen te gaan aanmoedigen om voor hun te stemmen. Precies zo ga je die mensen moeten opzoeken. Ja. Precies wat die man zei, begin mensen op te leiden. Niet alleen voor olie en gas om daar te werken in de industrie, maar ook mensen bijvoorbeeld een veilige buurt. Snap je toch? Een veilige omgeving, motivatie. Catering. Ja, heel veel. Dus er gaat heel veel. Broer, snap dat? Mina reizen, man. Ja. Mina reizen. Wie is wij de bos? Namelijk, mina reizen, bos. Mijn reizen hier, dus Messi. Kijk bijvoorbeeld Aruba. Heb je een bevolking van 175.000 mensen. Maar dagelijks heb je 250.000 mensen daar de toeristen zijn komen. Maar op Aruba werkt 92%. Op Aruba ga je niet voor drie uur 's middags in de stad rijden en je ziet de Arubaan daar lopen. Nee, je weet precies dat het een toerist is. Omdat 92% van Aruba werkt. Dus je ziet niet zomaar mensen op hoeken staan. Of dat, dus alles is geordend. Zelf taxibedrijf, taxi is geordend, bus is geordend. Alles dat je daar doet is geordend. Zo'n klein land. En kijk hoe Aruba aan het bloeien is. Alleen toerisme. Geen goud, geen hout, geen diamant, geen water, geen niks, broer. Nou, Aruba komt de beste water, toch? Dus, als er een abief domtje is, zodat je voor gemiddelde people dat hij, dan gaan die mannen ook geld moeten uitgeven, precies hoe ze het hebben gedaan tijdens de verkiezingscampagne. Maar abief, een groep dat om gemiddelde, een groep dat die. Want in een groep dat de wijs man de, maar de mannen hebben money voor een paiteka studie. Trouwen hebben money, trouwen hebben mogelijkheid, dat idee. Maar zelf die Orico, onderwijsminister, laatst van beurs bij de 97% voor de massa Oripoti, gila beurs. Dat zijn Hindustanen. We moeten ophouden met die dingen, broer. Zijn Hindustanen dus. En hij heeft het ook in het verleden gezegd dat de Hindustanen Suriname kunnen redden. Het moet niet lijken alsof ik iets heb met de Hindustanen, hoor. Je weet het, Jelle, ik heb je altijd gezegd, Hindustan, bij Skorogim, met doe business, dan alleen maar met sport, dan alleen maar, ik heb niks. Maar het zijn die gasten die nu daar zitten, die een vuile rol vervullen. En daar gaat het een beetje moeilijk. Dus de geschiedenis moet zich niet gaan herhalen, vooral nu niet met olie, gas en oil. Laten we het goede voorbeeld geven en laten we alvast deze oude bokken zien op te ruimen. Maar hoe doe je dat? Het kan. Hoe? We al 3 jaar hebben hetzelfde te zeggen van deze mensen moeten we opruimen, maar ze zijn er weet toch. Je waar, weet je waarom ik zeg dat het kan? Weet je waarom ik zeg dat het kan? Vanaf 2 september 2020 ben ik bezig te hameren op deze boeven die nu aan de macht zitten. Toch? Ik zag gelijk dat ze geen plan hadden. Ze hadden geen plan. Voor de verkiezingen ben ik bij de ABOP gegaan, ik ben naar de VAP gegaan, naar de NPS gegaan, de NDP. Waarom denk je? Gewoon om de naam te dragen, om boters aan te schudden, om chansen aan te schudden. Nee, ik wilde weten wat uiteindelijk die mannen hun plan was. Zoals nu we zeggen, de oude politiek moet weg. Maar niemand komt met een alternatief. Dus dat is het enige dat nu speelt in Suriname, een alternatief. Iemand zal met iets moeten komen. De reden alleen dat er zoveel nieuwe bewegingen zijn, ja, dat zie ik dat er niks van terechtkomt. Toch? Je hoort nieuwe beweging daar, nieuwe beweging zo, nieuwe beweging zo. Alleen maar nieuwe bewegingen. Laat die nieuwe bewegingen dan één beweging worden, samen met de jonge partijen, weet je dat? Dan kan je iets anders krijgen, maar dit ruikt gewoon naar hetzelfde. Ja, want ik hoor iets van meneer Belfort komt trouwens met een nieuwe beweging, nieuwe politieke partij. Maar meneer Del Prado is weer bezig met... Dat had ik nog niet gehoord, heb ik andere namen Ruben Del Prado. Ik heb nog andere namen.
Je weet, ik ben mina warrior. Ik ben eigenlijk, ik ben meer dan een activist. Ik ben warrior. Activist in eindstreep. Dat je een politiek partij, je een snoep, dat hoor je me voor. Dat houdt activisme op. Ik ben warrior. Toch? Ik ga gewoon door. Ik geef me fino, ik geef me go door. Maar no one not fee. Sabi? Dus eerlijk gezegd moet ik je broer, if akinki moest komen, dat is het precies hoe meneer Ramcharan is begonnen. Er moeten mensen opstaan nu. Mensen gaan moeten opstaan. Mensen gaan moeten opstaan nu, Isabi toch? Want je ziet dat hier aboskopen te lang af door. Ja. Artiesten gaan moeten opstaan, ze gaan moeten inpompen bij hun fans. Sportlui gaan moeten opstaan. Dus voor alle hoeken en kanten gaan we de mensen moeten brainstormen met een nieuwe mindshift. En dan kunnen we alles tegemoet gaan. Maar nu, Anoroko. Oké, u kunt met Cibrano bellen als je wil, want we gaan naar een ander onderwerp. Ik zit met heel wat onderwerpen hier en je mag appen naar de studio op 84-507 als je een vraag hebt voor Cibrano wat dit onderdeel betreft. Je mag ook appen en wij zullen de zaken meenemen. Bellen kan nog altijd op 84-507. Er is een vraag hier voor u, meneer Cibrano. Waarom zit u constant op meneer Santoki? Het is meneer Santoki die zich zo heeft geprofileerd als te zijn die man met een toverstok. Het is meneer Santoki die bijna hoeveel duizenden mensen heeft bezocht met leugens. Het gaat niet over de VAP. Integendeel, ik praat specifiek over de persoon Chandrika Prasad Santoki, president van de Republiek Suriname, zijn excellentie. Ik heb het over Santoki, ja. Niet per se over VAP. Mm-hmm. De plannen van de VAP... Dus je maar zo even het goed gezien. Toen NDP aan de macht zat, over wie hadden ze het? Nog steeds Bouterse. Toch? Dus laten we ophouden met die vragen. Bouterse toch? Bouterschuld. Die vinden bij wat was het vinden schuld? Bosje. Nu is het Chan. Als je geen... of je nog een auto die nog met je ook zo'n passie. En dan maak ik wel ook zo'n passie. En dan maak ik toen zo'n begin. Goedemiddag, Gerald. Vraag aan Cibrano het volgende. Heeft hij soms ook chow mein gegeten? Want ik kom niet meer op straat, maar alleen op FB komen praten als een FB-gangster. Terwijl Akondre Tranga echte no. Ik hou van chow mein. Maar ik koop mijn chow mein zelf. Iedereen kan je aan chow mein doen. Ik hou van chow mein, maar ik koop mijn chow mein zelf. Ik kan het nog missen. En eerlijk gezegd, men zegt, ze horen me niet. Wanneer ik over straat ben, hoeveel mensen komen daar? De risico's dat ik oploop, de offers die ik breng. Ik kan nog steeds niet vrij gaan chillen met mijn kinderen. Ik moet ze op een afstand houden. Nee, weet je hoeveel dingen ik moet inleveren? Alleen om over straat te komen en te staan wachten op mensen die wachten op een favoriete activist of een favoriete vakbondleider. Of, dan moet ik nog over straat gaan? Nee. Nu is het moment aangebroken waar jullie me wel over straat zullen zien. Maar misschien wil je nog niet erover praten. Maar mi edagrong jarre mi futa loktatori fiogi mus godoro. Dus we kontapen dadelijk. Dis la liosi ma straat. Nee, dat is, dat is mijn volgende onderwerp hier. Omdat die Tori van Yogi, ik heb met de moeder gesproken. Trouwens, die heeft alles gevolgd. Ik heb ook met meneer Yogi gesproken. Meneer Yogi zegt niets van te weten. Zo, we gaan het weten. Hij zegt niets van te de troeter kon leren. En we krijgen meer stukken. Ik zal niet zeggen bewijsstukken, want... Dit is je beste vriend, Gerald. Men zegt altijd, je beste vriend kan je verraden. Mm-hmm. Tegenwoordig hebben we ook geen beste vriend waarmee we omgaan. Of die beste vriend is je telefoon. En dat kan je verraden. Mijn telefoon heeft heel veel informatie. En die Yogi... Mensen, wat is de camera? Yogi is schuldig, mensen. Bij deze kan ik jullie 100% verzekeren dat er harde bewijzen zijn dat Yogi zich schuldig heeft gemaakt. Dus ook al willen ze eromheen lopen, Yogi is schuldig. Cibrano Esebio Roberto Piquet heeft dat gezegd. Ik zeg, er zijn harde bewijzen dat Yogi zich schuldig heeft gemaakt. En wat hij zich schuldig heeft gemaakt, daarop moeten jullie wachten, dat komt nog. Maar hij is schuldig. Yogi moet hangen. Hij moet hangen? Ja. Ze moeten van Yogi een voorbeeld maken. Dit moet eindelijk gaan ophouden. Dan wil ik niet horen van Bouterse tijd gedaan, Finne tijd gedaan, Brunsie tijd gedaan. We gaan toch richting oil and gas. Dus dan moeten we de troep toch opruimen. Laat Yogi de eerste kop is die gaat rollen. Ja, maar de president heeft het ook gezegd van, we zijn bezig, er zijn zaken gestuurd naar... Nee, maar wat ik helaas. Zaken zijn gestuurd naar PG, dus wie de mensen die zaken gedaan hebben... Dus waar zijn de zaken gestuurd? Naar de... De PG. Broer, maar grapper hè. De PG.
De president gewoon kan bellen en zeggen van... Het is een onafhankelijk instituut. Niet in Suriname. We moeten gewoon bij de realiteit blijven. De PG, de Openbaar Ministerie, Justitie, rechterlijke macht, uitvoerende macht, wetgevende macht. Al die dingen zijn handen van de VAP of vingers van de VAP. Dus we gaan elkaar niet voor de gek houden. Hij heeft gestuurd naar de PG. Ja, maar we zien bewegingen. De PG zo. Welke bewegingen? Die zijn we die jonge Gayadine aangehouden. Ja, ze gaan nog een paar slachtoffers aanhouden. Kijk, nou, vandaag is vrijdag. Ja. Zaterdag, zondag tot maandag hebben ze 4 nog aangehouden. Dus vanaf vandaag, morgen, zondag, maandag hebben ze 4 aangehouden. En Joey is nog steeds niet verhoord. Na 3 dagen is zo'n belangrijk persoon in Suriname nog steeds niet verhoord. Toch? De VAP heeft nog steeds geen reactie gegeven hierop. Dus waarmee zijn we hier? Wat tussen af, toch? Was het iets van de ABOP? Wacht de VAP af. De zaak is bij de wanneer die dingen van de ABOP uitlekken, wachten ze niet af. Hun lekken die dingen van de ABOP uit, toch? Want dat gebeurt nu toch? ABOP en VAP zijn in strijd. ABOP lukt de tarief VAP, VAP lukt de tarief ABOP. Maar het komt ons niet ten goede. Nee. Maar die man bij de feest, uno besabi. We nou eenmaal de sanelikie, ik zeg het constant, we leven in de openbaringen. Allah sadeh na dungru okona kring. Dus als Yogi nu zegt dat hij niet erbij was, wel Cibrano was niet eens daar. Maar hij zegt, jou, Surinamers, vandaag is 15 september 2023. Deze Yogi heeft zich schuldig gemaakt, Iran. En je houdt van de groene tafel? Wel, breng me naar de groene tafel. Er zijn bewijzen, zwart op wit, dat je erbij bent. Zwart op wit. Ik wil niet praten over de familie. Of er zijn bewijzen dat Yogi erbij is. En Yogi moet een voorbeeld gemaakt. Ze moeten van Yogi een voorbeeld maken. Van één van dat de zal een zware klap zijn voor de VAP. Nou, dan moet het een klap zijn. De zwaarste klap van de VAP is Chan als president. Zwaarder kan het niet. Zwaarder kan het niet. Dus dit moeten ze kunnen oplossen. Chan heeft VAP al gebroken, toch? Yogi komt nu. Dus de VAP eigenlijk moest met een statement komen. Dat ze dit soort figuren niet meer willen hebben. Waarom? Omdat ze bezig zijn de partij weer op te krikken. Maar als die ene... Hoe je die Mawad Makan... Al die mannen komen praten. En ze praten alsof er nog... goede mensen, integere mensen in de VAP. Wel begin deze mensen op te ruimen bij de VAP. Verbeter de wereld, begin thuis. Begin Yogi alvast op te offeren. En dan kunnen we praten. Maar als dat niet gebeurt, broer. Maar dit. Gerald, mi edagrong, mi futa lok tu atorif Yogi go for. Wees na fesa kabinet at DNA membo sribi wiki wire wiki to wiki. Atorif Yogi disi. Hey Yogi sam kisi ori. Mine ano bronzi se or kou nentere. Me kwinsi or nei koko stelop. Meneer Loeseng, atorif Yogi die zie. Wat vandaar reden zei die hoor, man, koko. Hij is degene die zoveel kon praten. Agesselijk, Yogi, hey, amaiki zo'n bevrediging, tamaiki zo'n jumpies grong. Afrouwe Takela, zij houdt niet van vrouwen. Inderdaad, die man, agesselijk, dat is seks, dat eindelijk ik kon klaar. En alle kon klaar, na kon klaar. Zo'n kon klaar, ik kon zeggen, dat hij amop uit die herisking. Dus ten Yogi is zo'n grong, atieken. Amaan kon klaar vanuit de herisking, alleen kinder baby. Zo blij is die man. Dus Yogi moeten we als voorbeeld nemen. Te wetak grondtorina over Yogi wetaki. Dalek Yogi no te gromore dalek na liba. Dalek er een pisif saramaka liba na Yogi. Taman pa te grona liba. Ama obike tekno. Dus Yogi. Van Yogi moeten we een voorbeeld maken. Want hij is degene die met de grootste stukken grond zit hier. En gewoon dankzij de politiek. Yogi. Hey Yerel unum lusa torif Yogi. Atorif Yogi disi men mek aanplakeng Yerel. Megwa kleba. Maar is het niet een persoonlijke zaak? Want je klikt echt persoonlijk. Ja, wanneer ik bezig ben ik persoonlijk. Je moet niet persoonlijk bezig zijn. Je moet kijken naar die corruptiegevallen. Nu ben ik even persoonlijk op Yogi. Maar waarom? Hij was degene die zich voordeelt als docent. Ze zijn de beste. Toch? En maar dan nog moet je die persoonlijk gaan. Nee, ik zeg Yogi, Chandrika Pasat Santoki, Cedric van Samson, Aziz Gayadin, Woody Ander, Noor Mohammed. Amar Ramadin, Albert Ramdin, die mensen bekijk ik persoonlijk. Meneer, betrek de man, de VHP heeft integere mensen. De VHP heeft mensen die een goede inborst hebben, die nog noem 3. Deo Charman is één van ze. Ja. Toch, wie die andere? Anna Gayadin is hier, Anna Assis Gayadin, ook niet Pets. Want Ramadin, Shifaro Gayadin, Samaneng? Nee, dat is allemaal. Oké, man, dat denk ik aan mevrouw Dijkstil, zijn al 3. Dus de VAP heeft mensen die een rein hart hebben, een rein geweten, maar... Aboy Ram Sukul? Ik heb hem niet echt gevolgd. Maar dat die mine volgen me echt. Dus, maar dan zal ik hem volgen. Aluma?
No, Aluma Gimshi, Aluma na gewoon in a goal met Besa Mama na transi, Aluma bij de one of the more boom goalie. Na one of the goalies am in a light. So, als je hem zegt, Aluma, maar Aluma, nee, misschien dat ik ook een boom in politiek, want hij stelt daar niks voor. Arrieta? Ramdin? Nee, die is ook een leugenaar. Die ligt even als Chan, toch? Arrieta Ramdin, die ligt. Ze liggen beide als Matura. Jagri? Nee, Jagri, die zie ik niet staan. Jagri? Dat is maar de woorden, joh. Nee. Dus die man betekent over batterij aan deskundigen, had ik iets anders verwacht. Maar wat ik hier heb gezien, is zo leeg die batterij. Zo leeg die batterij. Die maar dan nog zeg ik van, je moet niet op de man afgaan, maar als systeem. Dat begrijpen we dat wel. Want als je zo persoonlijk zijn, je hebt naar een yogi, naar een VAP, en dat moet het niet zijn, toch? Nee, dat moet het ook zijn. Waarom? Ik ben nu persoonlijk gefocust op yogi. Ik wil van Yogi een boegbeeld maken van hoe het niet hoeft, hoe het niet moet. Van Yogi wil ik zo'n beeld maken. Waarom? Altijd zijn ze de heren Yogi in voorgrond, Yogi in tegengrond, Yogi geiten, Yogi dit, Yogi dat. Weet dat ding, dat gedoe van Yogi moet nu een keertje gaan opbouwen. Maar er moeten wel bewijzen zijn, hè? Ik kan u verzekeren, zeg ik me aan. Tak bewijs de. Met tak bewijs de, zwart op wit. Voor Yogi. Hij houdt van de groene tafel, dat de loopt tjag, smak waar rechter. Yogi, ik kan tjang waar rechter. Smart en laster. Maar die dat positie door maar de mensen gaan kijk dat nou de smart en laster. Ik mag gobe klak niet voor smart en laster. Mensen, ik herhaal het. Yogi is betrokken. Maak geen grappen met je handtekening. En dat is, zegt iemand die Gerald, de zogenaamde jonge leiders en activisten zijn even corrupt als de oude leiders. Iedereen heeft een mening, maar ik heb nog nooit leiding gegeven aan iets. Dus je kan me niet beoordelen. Je kan me niet vooroordelen, want ik heb nog nooit leiding gegeven aan een organisatie. Ik ben nog nooit in een politieke functie geweest. Dus ze mogen het zeggen en het is hun mening. Ik respecteer het. Iemand zegt hier, weet je niet dat Chan de harde taal tegen de ABOP heeft gebruikt, niet wetende dat de kadavergeur net onder zijn neus zit. Hij moet bewijzen dat Yogi zijn kop ook gaat rollen. Ik denk dat de president, als president, maar ook als voorzitter van VAP. De VAP, hij best wel in een moeilijke situatie is. Wat hij heeft gezegd, dat alles maar wat Grontori betreft, moet hangen. Dat heeft hij gezegd. En hoe deal je hiermee als een directe persoon? Want Yogi na president, na Skinga Skinga. Weet je wie het is? Weet je, hoe deal je ermee? Meneer Santok is in een moeilijke positie. Eref Karma Gerald, hij weer wat mooi wit Japon. Lange wiri, de wimper, penemachis, salangalanga, de wimper, zei Luca Grong. Karma nou een mooie dame, teikon in een merken op. Atas donai tapu bane estaka deja. Ik als dangei vrouw toch karma ik als dei tapu. Karma ik tek de man is noemde. Die man hebben te veel vinger gewezen naar andere mensen. Ja, maar ik blijf het zeggen hoor. Ik was maar de verdachte tilik bewees na kitak 1. Ik was aan die rechter na Abra. En nu kunnen we mene yogi niet in de politie zien. Want we alle van weet dat ik noemde de. Na sa sa udenki. Oké, Arki. Kom eens voor middag, hè? Je was een foto op de Amateur. Ik wil niet zien. Huh? Ik wil niet zien. Maar het spannend houden. Ik niet dat ik het spannend wil houden, maar ik wil gewoon niet zien. Want, weet je wat dat ding is? We kunnen praten over iemand later in Shitaki. School to of OM Taki, hij is niet betrokken. Weet je, dan heb je zomaar heel wat over die persoon, die beklaagde persoon, die maar Taki. Het hoeft niet, toch? Moeten we niet afwachten? Broer, voor alle mensen die me beschuldigen, ik ben een afwachtende houding, voor Luko F. Akande True of Anne True. Maar die Yogi Minoan wacht die morgen, als ik het weet of als ik het bewijs heb, dat die man erop heeft getekend, hoe kan de media het niet hebben, hoe kan jij het niet hebben? DTV, jij moest het hebben! De politie heeft het, de president... Ga je zeggen dat ik het heb, toch? De president zal het moeten hebben. Iedereen heeft het al. Mensen, Yogi, wat de eerlijk gewoon, tap aan moedervel, Yogi teken. Fijn voor de informatie, Rati. Ik ben Sibrano Piqué, de stem uit onverwacht. Bosse Kondre. Mina bijjoso, mina psoma, mina persoonlijk, ma contacten, Gerald. Mina wang forum abi, misref na wang. Ma mi apsmasa, boon dichtbij, en abbewees de zwart op wit. Yogi heeft getekend. Nu maak ik mijn post aan handtekenen en dat lukt op net. Ja. Dat is massa koffer gelijk tegen me aan de yogi. Maar ik heb heel veel naar een handtekening van me. Handtekening van me. De handtekening die ze mijn theorie met Tera die vio. Met Tera handtekening naar Mindrisee. Met een donkerblauwe pen. Zeg! Ja. Niet traag, joh.
Yogi, sorry die Yogi. Met Milo Bama wel. Nee, maar kijk, ik ga heel jammer vinden. Los van, kijk, alles maar zat dus zo zijn, die zie je omruimt niet maar op. Maar ik ga je wel heel jammer vinden if Yogi nak panya in Atori. Echt waar, want ik bedoel, je kan dat niet maken toch? Ik ga heel jammer vinden, echt. Dat nam je eigen mee, echt, mag je mening niet geven. Maar ik ben een gelovig mens, jij ook. Ik denk dat dit Gods werk is. Dit is Gods werk, we zijn in de openbaringen. Alla sansa beda dongru oka kringwandi en brief mi jerel met gado do eroko. Juist de massa. Terwijl je hier praten, je hebt gelijk. Moet je iemand sturen wat je gezegd hebt hier. Jong. Iemand stuurt dat nu en dit is. En dat persoon is nou een betrouwbare persoon. Is je aan het tekenen, padde? Ah, precies. Padde? Minder is hij, alstublieft. Yogi, bereid je voor. Ik ben takbouw tussen Esmoko Morello. We saka tradition gay boy. You. Yo big Esmoko no. Wie een kuilgraf voor een ander valt er zelf in. En dit is de eerste kop die gaat rollen. Want we kennen door piki piki want to mij te go met monde. Dat Yogi minus een potendo teken. Maar if a DNA. Nanga a PGOM. No reageert op DC. Dat bijna olie u kan geweg. Dus kan geen weg dat we takie onder de bezig en verzuiveren. Maar ik kan voor Ramadama op bewijs genoeg tak. Zo'n bewijs dit tegen een bewijs. Je handtekening. Nou, Yogi handtekenen dat bij. Want dit maar zijn voor vergelijking gimme. Voor stukken samen teken. En alle de stukken naar zijn handtekening. Dit is geen kopie. Een foto is maar zijn gedaan. Een kopie. Nou, originele stuk. Dat was maar ook een vervalsing. Nee, nee, nee. En dan moet je zeggen, Suma Yogi ook klaag aan, tak allemaal voor een valse aantekening. Hoe moet je hierop? Ik weet niet, ik ga je constant bellen hoor. Maar ik kan live alle dagen, a tori voor Yogi, no mag go siribi. Ja. Zo. So, nee. Kijk, iemand maakt een hele mooie opmerking hier. Met die, misschien kan ik het even meenemen. Gerald, een opmerking. Yogi, zijn naam is overal besmeurd. Cibrano en heel veel mensen zijn één keer opgepakt en onschuldig ingesloten. Why kan Yogi niet alvast opgesloten worden, worden voor onderzoek? Alvast voor onderzoek? Maar ja, kijk, je kan zo'n taal van waarom je vindt dat is die gaan wat doen. Yogi neemt maar, die misdaad altijd je taal van Yogi. Ik vind het op voor mensen, maar ik vind dat, ik vind persoonlijk dat, if ik blijk later, dat sa'un etaki, no et klop, dan is zomaar op potamane, poramane, bruyamane, omdat je dat kan doen aan grondtori. Weet je, daarom ben ik voorzichtig wat dat betreft. Ja, ik begrijp je. Ik kan niet zeggen van Yogi is schuldig. Jij wilt het gewoon niet geloven. Niet dat ik het niet wil geloven, maar ik wil harde bewijzen zien. De manier hoe ze laat de rechter dat zeggen. Laat de rechter dat zeggen. Afast van mijn profileringsreview ga je nooit denken dat zo iemand wat gaat doen. Gerald, die slangen van 2023, ze zijn niet meer. Ze groeten je en ze vragen je hoe het met je gaat. We leven in een andere tijd. Openbaringen. Alassanda Dungru Okakring. Nagadoroko ja. Ja. Maar wat zal dit betekenen voor politiek Suriname? Een schande. Alweer een nieuwe schande. Opnieuw een schande, want wij zijn er blij om dat de Katori lekkie. Maar de wereld kijkt mee, Gerald. Als ik straks moet gaan reizen en ik zit bijvoorbeeld op mijn strand ergens in een land en de mensen vragen me van waar ben je, moet ik gewoon zeggen Suriname, dat is mijn Google game tegen me, dat Suriname heb ik corruption nodig, nummer 1. 600 duizend maanden, zo mijn goede, toch ik onder nummer 3 economisch. Dus dat is anders, zo'n schengen ik onder. En de eerste schengen begint, naar leiding ik toch. De president begint goed schengen, bakker dat minister van Buitenlandse goed schengen, vice-president goed schengen, wat minister voor onderwijs hebben goed schengen, en Johan jij kon schengen. Die mannen geven ons alles maar schande. Dus Gerald, al deze gasten moeten opgeruimd worden en ze moeten ook nooit meer terugkomen in de politiek. Meneer Agubar Singh, die zegt dat we mijn curatoren van Yogi want ook moeten varen. Want dan ga je dieper met bewijzen dat hij dat niet deed. Meneer Agubar Singh, die zegt dat we voor naamzuivering moeten gaan voor de heren De Haan en Prinop bij SLM, Atorif SLM. Kan je de minister wel begrijpen wanneer hij dat zegt? Ik kwam die mop ergens tegen. Maar ik ben het tegengekomen naar een clown auto bij Posas aan dat hij. Dus minuut, ik is serieus. Ik weet niet hoe ver het serieus. Het is serieus. Wat heeft het gezegd? Dat we de naam van Prinop en dingen
Dus dat Tori voor keuken gaan, Nangasani. De man moet zuiver, want alleen de ina samenleving, like de man naar voermannen en alles soort sani. Je begrijpt, en Tori die naar Piki en Asani behandelen, oplossingen komen. Weet je hoeveel van Pirinop bij mij is dat ik nog nooit naar voren heb gebracht? Dus ja. De laatste naam die ik zou verzuiveren is van Prenop. Weet je dat Prenop sinds 2018 een advocatenbureau hier had aan de Herenstraat? En hij pas in 2021 is beëdigd als advocaat in Rotterdam. Weet je dat? Ik heb die stukken ook. Ik heb ze hier daarom dat ik de meisje doorloop met Jeremina. Je neemt me Biggie Gado. Want de pot... Weet je dat Prenop hier als advocaat heeft gediend hier? Aan de Herenstraat. Sinds 2018 had hij zijn kantoor hier. Zogenaamd, lijkt alsof hij is gekomen. Nee, hij was al hier bezig, toch? Hij is nou, Chimati voor Melissa. Dan nodig, pas in 2021 is die man beëdigd in Nederland. Mm-hmm. Als advocaat. Broer, neem stak fraudeleuze handelingen bij zak. Bij jou langer toch? Dus het zijn de laatste mensen die we aan naamzuivering gaan laten doen, jong. Snap je dat? Ik de man begin te zuiveren, bijvoorbeeld aan neem voor Queen voor Brokopondo, Diana Pocky. Als je zegt dat het zo iemand haar naam moet gaan verzuiveren, dan zeg ik, ja, ik sta erachter. Diana Pocky. Yeah. Je ziet precies waarom Diana Pocky niet meer daar is. Queen van Brokopondo. Queen van Brokopondo. Toch, je ziet waarom. En Brokopondo komt met de tweede queen. Je hebt mevrouw Asawini ook toch gehad, toch? Yeah. Dus je ziet dat hier, dat bij de reden zijn de mensen die voor Diana Pocky. Iemand, we hebben iemand aan de lijn. Laat even horen wat deze persoon gaat zeggen. Hallo, goeiedag met de studio. Hallo? Ja, zeg het maar. Hallo? Ja, we horen u. Wat is uw naam? Hallo? Oké. Nee, dan lukt het maar niet. Nee, het lukt maar niet. Laat maar. Het nummer waarop je kan bellen om mee te doen met de uitzending is 84x5 07. En je mag gewoon een vraag stellen aan meneer Cibrano Piqué of een opmerking maken. En we nemen dat mee. Iemand is mee met u. Sibra, we plakken heel het land met een foto van Yogi. Met als opschrift, hou de landrover in de gaten. Nee, ik vrees. Hou de landrover in de gaten. Ja, we hebben iemand aan de lijn. Laten we even checken. Ik denk dat het moet niet te persoonlijk zijn, vind ik. Ja, hoor. Met de studio, goeiedag. Ja, nee. Ja. Redman, zeg het maar. Goedemiddag. Ik kom hier, brother. Oké. Met asanlitief staan door de elektroatester, in asanlitief en de mannen van asanlitief. Ja. Omdat iemand die raakvaardig deze kostverzien in asanlitief, wordt hardhondig aangepoet. En ik hoop dat dit zal zich opvieren, dat lekker pra-president bedacht was, dat Alassane van de PK. En je hoopt dat kan maar gozo door. Je hoopt dat kan olieko in de man is. Anders zitten we weer in een nieuwe streng. En we weten dat Cibrano met de katoren die zo alleen is. Dat die katoren die zijn om ons. Voor pam, dat ze er aan hadden voor moro die die. En if DC kan zo door klok te zien aan het raak. Dan is het denk dat we serie die moro. Is dat bedoel? En we moeten de juiste mensen op de juiste plek hebben met het juiste hart. En daarom heb ik hier voor meneer Cibrano om te in een denken. En op wat we eigenlijk op die aanzien van people. Ja. Maar in was man, ik zag dat hij met een foto in de dingen, maar hij had allemaal om ons kruisen. Dus daarom heb ik een snapje Cibrano altijd weer bakken en pissie. En bij Jama en Power ook toen hij graden mij weer voor de lasten. Ik ben van Suriname. Cibrano, wat vraag? Zij, ik wil doen,
pakket idee als aan die zin. Dank u zo. Oké, dank u wel, Redman. Oké. Okay. Wat gaat hij doen na vandaag in Wasan die Stanso? Ik heb het Senegal gezegd, Gerald. Mi edagrum. Mi futal ook toe. Atoris negosribi. Pref atoris ribi. Mi ego sribi. Fesa presidentieel paleis. Fesa kabinet. Alasi. Wat verwacht je dat er moet gebeuren? Die man moet ten eerste. Die man moest bijna nu al verhoord zijn geworden. Toch? Die man moest al voor verhoord zijn opgeroepen. We moeten eerlijk zijn. Waarom eerst wachten dat hij in staat van beschuldiging wordt gesteld? Eerst pas daarna. Dus misschien. Maar dat zegt de wet toch? Ja, deze wetten zijn de eerste wetten die we gaan moeten veranderen. Toch even een jong beleid komt. Waarom? Er zijn nog steeds wetten die deze gasten juist, die moderne boeven, beschermen. Toch? Boeven hebben nog steeds een privéauto. Boeven hebben nog steeds een kantoor. Dieven, rovers hebben nog steeds veiligheidsmannen. Want deze mannen zijn gewoon rovers. Dus juist UNO, EPAI, beveiligt de man, zijn vernietigd UNO. Nou, het moet nu ophouden. Yogi, ik ga van jou een voorbeeld maken. Precies alsof ik Chandrika Prasad Santokhi als president tot voorbeeld heb gemaakt dat er nooit meer een president komt waarvan we dit gaan accepteren. Dus het zijn gewoon voorbeelden die ik ga nemen bij dit. ABAP heeft ook zijn mensen die ik straks op het kaartje ga roepen. Dus allemaal op de man. NDP ook. Maar laten we alvast starten met Yogi. We hebben iemand aan de lijn. Laten we even checken. Met de studio. Ja. Kunnen we? Ja, met de studio. Goeiedag. Ja, goeiedag Gerald, met Vanity. Vanity, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed hoor. Oké, beetje luider praten, gaat uw gang. Ja, ik heb twee vragen aan Cibrano. Ik vind het in ieder geval top dat je inderdaad achter dat van Yogi wil gaan. Mijn advies zou zelf zijn om misschien ook nu te proberen iets met juridische hulp of zo, waardoor je een back-in kan krijgen. Om dit echt gewoon hot te houden, zodat er daadwerkelijk wat mee gaat gebeuren. Maar iets wat ik anders nog wilde weten van jou, jouw visie hierover. Nu hebben we oil en gas, wat echt hot is op het moment. Er is zoveel olie gevonden en er komt zoveel geld richting Suriname. We moeten er nu voor altijd voor zorgen dat we echt gaan profiteren van dit, zodat iedereen in Suriname die welvaart kan hebben. Jij bent man van de straat. Wat Passie voor Suriname bijvoorbeeld doet, dat vind ik top. Maar ik denk dat zij niet alle lagen van de bevolking zouden kunnen bereiken. Ja. Maar ik denk dat jij de andere groep wel zou kunnen bereiken. Heb jij er al over nagedacht hoe we die groep kunnen scholen, motiveren, iets kunnen doen, zodat we in 2025 voor de juiste mensen kunnen kiezen? Dat wil ik weten. Oké. Okay. Dankjewel, Vanity. Yes. Okay. Doei. Mooie vraag. Okay. Ja, mooie vraag, mooie. Dat van Passie heb ik gevolgd. Mm. Dat van Mario toch? Voor mevrouw van Nixilus. Ik heb het gevolgd. En inderdaad, er zijn een paar lagen van de bevolking erbuiten gelaten. Dus ik zit ook op hun te wachten. Je weet, als je jezelf gaat aanbieden, dan komt men met allerlei dingen, kan het door Lucky Zoom en Fassi. Dus ik zit ook op die uitnodiging te wachten, want mijn mensen zijn al ready. Ja, ja. We zijn al ready, want we weten gewoon sowieso dat wij de grootste groep zijn van de bevolking in Suriname. Toch? De mensen met een brede cabeza of die geschoold zijn met een bachelor, dat is een kleine groep die zeer belangrijk is voor een gemeenschap, vooral qua ontwikkeling, onderwijs. Maar de groep die ik moet bereiken, zal moeten gaan bereiken, is de grootste groep. Ja, ja, dus wij horen er sowieso te. Sowieso. Dus ik wacht dan op Passie. Als Passie mijn Passie vindt, op mijn Passie komt, dan ga ik samen je met Passie. Je bent wel bereid. Ja, ja, sowieso. Broer, dit gaat over Suriname toch? Dus het gaat voor een beter leiderschap, betere leiders creëren. Dus sowieso sta ik open, broer. Mm-hmm. Dus dat was het voor Vanity. Oké, okay, nice. Als we geen vragen meer hebben, dan moeten we eruit, meneer Cibrano. Nou, er is iemand aan de lijn. Laten we even checken wie de persoon is met onze studio DTV. Goedemorgen. Goedemiddag. U bent erin, goeiedag. Goeiemiddag.
lobby. Oh, die telefoon moet we kunnen in die volgen. Beto, doe de volgende beller. We gaan naar de volgende beller. Met de studio. Goeiedag. Hoe gaat het met u? Lobby. Hallo? Goedemiddag, je spreekt met Heidi uit Nederland. Heidi, zeg het maar. Hoi, Sibrano, respect. A Corombo die geboren in Para. Bo secondre. Hey, ik heb een vraagje. En, wat ik begrepen heb, wordt er heel veel geknoeid met grondzaken. En als er nou rook is, dan is er een instantie in Suriname die bijvoorbeeld niet een inval kan doen op dat kantoor en dan alles op te nemen en kijken wat er daar eigenlijk gebeurt. Mm-hmm. Dat was mijn vraag. Jeet. Ze hebben alles. Alles is onder één dak. Rechterlijke macht, OM, dezelfde instantie waarover je het hebt, de PG, alles is onder één dak. Dus zaken worden meestal in de doofpot gestopt. Als het van iemand is van de tegenpartij of een politieke tegenstander, dan worden zaken wel gelijk. Ja, maar je hebt een afdeling fraude van de politie. Die valt niet onder die mensen. Alles valt onder die mannen. Nou, dat kunnen we niet zeggen. Dat zeg ik niet. Dat bevestig ik, man. Nee, er is een afdeling fraude die onafhankelijk bezig is. Laat me het beter uitdrukken. Ik heb geen vertrouwen in onze rechter. Jij hebt dat niet. Nee, veel mensen. Als je nog niet betrokken bent geweest, dan heb je niet. Maar ik heb wel geen vertrouwen in. Wat is uw naam alweer, mevrouw? Mijn naam is Heidi. Dus Sibrano, eigenlijk zeg jij van... Alweer broekoe poe broekoe. Ja, dus wij gaan de maatschappelijke druk moeten opvoeren. Als we dat niet doen, gaat dit ook in de doofpot. Dus als de maatschappelijke druk komt van de bevolking... Weet je, als bepaalde groeperingen beginnen op te staan van hey, dit kan niet, of laten we dit maken tot een voorbeeld. Dat, weet je, we gaan richting oil and gas, we gaan richting kapitaal, geld. Dus je moet bepaalde dingen beginnen op te ruimen. En dit moeten we alvast zien op te ruimen, zodat er een signaal kan geven welke richting we opgaan. Oké. Oké, hey, hartstikke bedankt voor je antwoord. Lobby. Hey Heidi, dankjewel voor het bellen hoor. Doei. Ja. Oké, we gaan naar de volgende beller. Met de studio. Goeiedag. Hi, goeded. Pawaka Gerald. Pawaka Nasuma. Kadesi, Kadesi. Pawaka Cifrano. Hey, go me, brother. Fafi. Yama, lobby, ma. Cifrano. Is up tak, I'll take me love for it. And also, marmi belko. Alkino. Is up sami tak, I'll take. I want drink. And I drink me, Nataki, oit de maka feti criminaliteit na saranang. Et or chinil criminaliteit. Want altijd de mai puska feti, wap je ma sei smoko wa marwana, na wap je ma sei harwan keti, dat na kroimel criminaliteit. A or si criminaliteit. Mek de ma feten koshi. Mek OM feten koshi, mek arater feten kwan shi tati. De man nga nette pak jet pak tetaki na studio. De man in nette pak. You see? Mek de man fet den ome apkati. Say du criminaliteit. Mek de fet de man dati de notaris. Mek de fet de criminaliteit dati. De man regere mek de fet de criminaliteit dati. Mek u chitak tutru. De man fet criminaliteit. Mi firi. Dat mi. Okay. Thank you, brother. We nemen het zeker wel mee. Ja. Mooi, dat was Cadence. Een lobby voor jou ook. Iemand schrijft hier, goeiedag Gerald. Zelf ben ik een Hindustaan. Maar ik kan je zeggen dat mi is Shing. Ik kan je zeggen dat Tanluku. Ze gaan Yogi nooit opsluiten, want ze stelen allemaal. En de pers beschermt deze boeven in pak en das. Kijk maar naar de Centrale Bank van Suriname. Wie durft Kirpalani iets te doen? Geld is macht, afzender mevrouw Shanti. We hebben iemand aan de lijn. Met een studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Tot wie? Hallo. Is dat Gerald? Ja, tot wie?
Dat is Shamara uit Nikeri. Shamara uit Nikeri. Vertel het maar. Yes. Ik wilde dus reageren op dat wat er net is gezegd van passie voor Suriname. Mm-hmm. En sorry, ik zal meneer Piqué aangeven dat hij niet moet wachten dat passie zich, dat passie hem benadert. Mm-hmm. Maar dat hij juist met zijn creatieve ideeën zich aansluit bij passie. Ik ben zelf ook een friend van passie. Oké. Okay. En je hebt dus verschillende mensen met verschillende achtergronden die zich aansluiten bij passie. Natuurlijk heeft ieder zijn eigen doelgroep waarop het invloed kan hebben. En passie is niet alleen voor de intellectuelen. Dus als je creatieve ideeën hebt en je weet dus dat wij, dat u passie voor Suriname heeft en u wilt dat Suriname op een beter niveau gaat functioneren, betere leiders heeft, dan zou ik u zeggen, sluit u aan. U kent de mensen van de straat, u kunt een bepaalde doelgroep bereiken die wij misschien niet kunnen bereiken. En dan moet u zich gewoon aansluiten. Want ik geloof dat wij het samen kunnen doen. Want Suriname moet nu echt wel betere leiders hebben in de bij de komende verkiezingen. Leiders die niet alleen maar kijken naar wat ze allemaal kunnen bereiken voor de volgende verkiezing. Maar leiders die gewoon kijken naar de volgende generaties. Want het gaat uiteindelijk erom dat wij voor onze generatie iets goed moeten wegleggen. Dus meneer Piqué, ik volg u ook. En ik vind het top dat u zo vrij uitkomt met uw meningen. Maar ik zou u zeggen, wacht niet op passie. Sluit u zelf aan bij passie. En deel ook uw ideeën met ons. Dank u wel. Een hele fijne dag voor u, mevrouw. Okay. Hetzelfde, Gerald. Okay. Bye bye. Doei. Hoe reageer je? Heel lief, hè? Ja, kijk, het is lief. Ik heb het sowieso met open armen ontvangen. Ja. Maar je weet, Gerald, mina bigede. Mm-hmm. En men heeft door de jaren heen zo'n slecht profiel van mij geschetst. Toch? Waardoor noemde men fit tegen Asandat Fossi. Omdat Surinamers, wat ze horen, ze gaan niet zelf onderzoeken. De breed olange de jere was voor. Ja. Dus dat de Giwan profiel. Dus ik wil niet dan naar passie stappen. Want dat die stappen, dat is mijn bigel. Ah, is dat je kijkers? Ja. Is dat de one that talk? Dus meer, dit de enige politieke organisaties die kan gaan. Zonder veel leg ons maar zijn uit. Na ABOP, naar de NDP. Jullie extra team aan gewoon ieder welkom. En ik ga ABOP nog allemaal naar Lukoyang voor grootklas. Ik ga NDP nog allemaal naar Lukoyang. Maar ik ga bijvoorbeeld NPS. Blijf allemaal eens even beginnen potom voor grootklas Lukoyang. Of je hebt tatoeage, of je hebt orde, of je hebt zoiets aan. Dat bedoel? Ja. Dus ik ben voorzichtig met die dingen. Ja, maar als er een beroep wordt gedaan, Gerald. Dan van vrouw takken en mij takken. Volgende beller, doe maar. Studio van DTV, goeiedag. Ja, goeiedag meneer Gerald. Ik ben net ingeschakeld, ik weet niet echt waarover het gaat. Mm. Maar ik wil even refereren aan wat ik zei over het grondbeleid. Weet u nog, ik had uit België gebeld en ik zeg, wij gaan de zegeningen tellen nadat deze regering weg is gegaan en we een nieuwe regering krijgen die alles gaat onderzoeken. Kijk, ja. Even nog, kijkt u. Het is een netwerk. VAP werkt altijd met netwerk. Het zijn kartels die nu aan de gang zijn in Suriname. En Brada Gerard, nu een actie was aan die jongen. Mm-hmm. Meneer Gerard, ik durf echt nu een actie was aan die. Mm-hmm. Meneer Gerard, ik kan voor een open gesprek naar meneer Brunswijk. Voor Aluku de Sma in het binnenland qua educatie. Ja. Naar een gas, naar een olie, zou ik komen. Voor op een score, die de Sma. Voor volk opleiding, dat is wat aan participeren ook toe in haar samenleving. In elkaar takken naar mijn waliste, jongen, meneer Gerald, jongen. We doen best, we proberen verzoek aan ingang. We doen best wel voor takken naar mijn waliste. Meneer Gerald, ga naar het binnenland. Je moet openstellen, ook kijk goed wat er gebeurt in Suriname. Kijk wat het OM gaat doen nu. Het OM is in dienst van de VAP. Het OPEP. OM dient niet het nationaal belang. Jullie moeten die dingen op tafel leggen. Het is realiteit. Een blanke volk die zegt voor de boom. De man op zijn voor OEG. We schrijven een plan. En werk uit, Jere, meneer Jere. Ja. En wat echt een plan. En werk uit, Jere. En lukken staan. Oh, de man op de king.
De man is denken nationaal. De man is denken etnisch. Zijn toekie is een etnische leider. Niets meer. Meneer Gerald, die dingen moeten op tafel. Anders gaan we dit land in verdoemenis brengen. Oorlog opbroken. De man is ook Allah met tegen u. Dank u wel. Okay. Grondbeleid. Lukus aan de man is doen. Aboom. Thank you. Okay. We hebben een beller aan de lijn. Laat die ook horen. Hallo, goeiedag. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. We zijn wel live in de uitzending. Ik ga u later bellen. Dan gaan we afspraak maken, oké? Oké. Is goed? Okay. Dank u. Okay, ja, dank u meneer. Ja, is die moeder van Gayadin. De natuur heeft kracht. Waarom zeg je dat? Je ziet alles komt... Apuzzelen komt pap. Er komen ook bewijzen hier. Dus broer, de natuur... Die moeder was in het buitenland. Die onzichtbare. Nu is ze in Suriname. Gadoroko, en ze wil praten. Gadoroko, Gerald. Dus die mensen durven nu. Dus, want een tijdje bij Kibri talk, maar nu... Te awansi atrawoko taki. Dus... Alla de tingi, alla de beerput op een noode. Ja, maar goed, ze is wel snel. We hebben eergisteren gesproken met die mevrouw was in Nigeria. Ja, dat het boskop op bekomen wat ik kom. Oké. Aboy bij accent van beko is de man wel ook de studie kom. Ah, brada toch? Dus hopelijk komt er iets daaruit. Ja, dat is goed contact. Yogi. Opa, je Sibrano, top wat je plannen zijn met betrekking tot Yogi. Deze zaak moet in de doofpot, moet niet in de doofpot. Is het een idee om een financiële inzameling te doen zodat dit juridisch aangepakt kan worden? Vergeet niet dat met de steun van de president voor Yogi wij al 10-0 achterstaan. Dit moet hoger opgepakt worden, financiële steun, zodat er een topadvocaat, zodat we een topadvocaat kunnen betalen. Ik denk niet dat jij dat moet doen. No? Dat wil ik niet op mijn rekening hebben. Anga tak, Sani. Dadelijk, ik ga je retraptje, blakken, visie, mij, ik bel, tak, lommel, ja. Brada, financieel zaken was makkelijk kan komen bij, want ik ga het nooit alleen kunnen aandoen, toch? Dus ik kan erbij zijn, koloko, zou ik gaan zitten, maar no, de, zonder financiën, ik ga beginnen, vet, vet, dit is hier. Alvast, ik begin go. Je baya feti, yo. Met teken. Je baya feti, yo. Met bayen teken, ik is maar mijn bayen. Me bayang gires ma sa no ma tagi des ma se fuga. It's up omen sma de insa nang sa no ma fen one piece doti Gerald. A sem president is betaki iedereen boven 8 jaar krijgt een stuk grond Gerald. Da siksi kou e wakata 50 hectare da pa. Bimang. Ika rei ja so ma genta weg. Ika rei. It's up itok. Me bavor Simons mi takin tu. Je fun je reisje tu kou ta po. Goluko Elena Cristina ma genta le prese. Inaf go ta elewe. Goluko de prese ja po ka fen grow. Ma genta weg Elena Cristina. Tu kou. Toekou, er wordt gewoon 40 hectare bezet. Kou de eerste stuk. De Yogi, one krabita, er wordt 162 hectare bezet. Maar boom. Yogi, het minuut, Yogi. Nee, maar ik wil toch zeggen, je moet het niet persoonlijk doen. Nee, het is niet persoonlijk. Je moet het systeem aanvallen, maar niet mensen. Want je kan met wat fout Tamara toe toch. Nee, met wat aantal fout ik ben. Precies. En je moet vinden, ik voel me best een naptapie zo toch. Mooi, mijn koning. Je moet het systeem aanvallen. Dus, als die Sigado zegt, vergeef me, als je potie mentaliteit me nog passen aan toe. Als je Jogi Jasso tot de bottom. 100. Gado zegt, vergeef me dat hij tot de bottom. Als je is een lusso. Dit is mijn afgolong. Dus je breed je papa zo toch? Aan op breed hij. De recht moet zegen vieren. De Sansa die noodra voor zoek doe. Even boet aan boet. Allemaal aan ik gona. Me one aan bigger na Yogi. Omdat een bij abba groots praat. Aan manna aan boegbeeld. Nee, maar met die Yogi. Bedenk je. If Yogi de schuldig. Wat ik niet hoop. Maar even maar de schuldig. Gaan een aantal koppen rollen. Dat bedoel ik. Maar dat wil ik. Maar een aantal koppen rollen. Yogi is Yogi lolo. Wat een aantal koppen rollen. Maar dat is openbaringen. Nou precies, van je ziet Chan is zoek op z'n de trama. En z'n vrouw z'n roto. En mijn z'n vrouw z'n bota. En bota z'n roto, en z'n vrouw roto. Bravo z'n vrouw z'n roto. Dus dan met je goed, make a san, er moet een ontsteking plaatsvinden. Make a ontsteking, begin a torif, Yogi en ik ga ermee werken. Mijn lusa torisi.
En tegen president Megovit of tegen regering, tegen beleid. Ik ga vechten dat het recht moet zegevieren. Ja. Recht voor één, recht voor alle. Als je dat zegt, dan ben je begrepen. Ja, het recht maar moet zegevieren. Maar niet tegen de persoon Yogi, want nee. Wie zou maar bij dat? Ik neem hem als voorbeeld, maar het recht moet zegevieren. Ja, nu of nooit. Ja. Ik vond dat iemand voor wat chocolade naar omhoog sneeuw, maar hij schrijft tot drie maal langer. Tama loes aan mijn loes lek chocolade, maar hij loes lek wang bigger over, want hij schrijft aan een succesmoordenaar. Toch? Met Yogi go vier van beentje aan toe. Lek van mij, de man schrijft om je voorlees toch? 2 keer 5, 1 maal 7, 1 keer 25 onschuldig. Dagen. Onschuldig. Oké. Mek Yogi Gogo's dong even. Mama, noem ik zo onschuldig. Je bent vier boet ook. Hé. Je bent vier boet, je bent onschuldig. Dat dus er moet schuld zijn. Er is schuld. Er zijn op zijn minst feiten en omstandigheden die ervoor kan zorgen dat die man op zijn minst alvast ter voorhoor wordt. Dat heeft de advocaat me vanochtend gezegd. Ja, maar dat zeg ik je nu. Ik ben geen advocaat. Nee, maar dat heeft de advocaat me ook gezegd. Ja, er zijn gronden waarop je die man alvast kan oproepen en die man verhoren. Ja, dat heeft die. Ook dat, al is er nog geen schuld. Waarschijnlijk zal dat ook gebeuren. Het moest al gebeurd zijn. Het moest al, is weekend. Maar bepalen we niet voor OM. Is dat OM, we bepalen niet voor OM. Er komt een dag wanneer wij voor hun gaan bepalen dat ze moeten opdonderen. OM, PK, de boel gaan we opruimen. Gerald, breed me. Er komt een omwenteling. De Surinamers zijn nu al wakker. En dus de Sansarema Beshilek voor de gekhouwerij Gimigramma zien wij als leugens. Het is een andere generatie. Dit gaan we niet pikken. We starten met Yogi. Maar ik zeg, we wensen het niet. We wensen geen nuance, maar het systeem moet wel gecorrigeerd worden. Dat is voor Suriname. Maar daarom zeg ik van, laten we niet op de man afgaan. Maar laten we kijken naar het probleem op zich. Want dit probleem van Grotori nu in het land is niet makkelijk. Ik altijd met dat kino uitzending, want ik ken een wapchimang sa e feti. Fukona look to dat, maar kies wan bifi. Tangalo. No, maar kies een batama bigi bou tap apprisi. Gewoon, neem maar kon dat nee, je moet weg, omdat die het moet krijgen. Ik bedoel, mijn look dat is je amai wraak zo dadelijk taki, amai wakker dan was tot wraak. Je demotiveert, man. Is dat niet hoor, dan mijn look taki. Er zijn zoveel andere genoeg. Zelf even mijn hand kan groen. Ga maar aan het dat ik kijk, wat nemen. Dit. Pak dit. Compenseren. Dan wil ik dat, oké, weet je. Je zal je reden hebben. Maar niet zo. Is onterecht. No. En dat maakt dat mensen boos worden. En tegen je morgen zo morgen ben je pressie. 5 hectare. Zoveel. Je hoort me, Gerald. Maar weet je hoeveel mensen er zijn. Zijn ik ook nog nodig. Yogi. Starten met jou. Hoor het op Yogi. Het recht moet zegevieren. We gaan eruit zien, Brane. Ik vind het altijd een eer om met je te zitten. Ik respecteer je. Eer jezelf. En weet je wat ik zeg? Ik geloof in het interviewen van mensen die hier zijn. Top mensen. Maar ik ben heel blij met het concept van DTV. Hier willen we iedereen een stem geven. En vaak is het zo dat is massa jonge denk je? Ab amoro op bigi oplossing, moro like de boom bigi deskundige zou je op jato en jas dat iedere verstaan noa wordt dat niet taki. Iedere verstaan next. Daarom mi taki. Bepaalde mensen van ja waarom? Mi dat nee. Wij brengen iedereen en wij geloven zoals het concept is dat iedereen iets heeft die wij kunnen gebruiken aan de ontwikkeling van Suriname. Wie zwaar dan? En dat behouden wij. That's it. We gaan eruit. Wat zeg je tenslotte? Neem je tijd. Nou, ik wil Suriname alvast feliciteren. Total komt hier. Vanaf 2028. Blijkbaar gaan we de eerste druppels olie pompen in Suriname. Laten we niet alvast beginnen met feest vieren, want we feesten vaak zonder reden. Maar laten we alvast beginnen te werken aan onszelf. Er moet verandering plaatsvinden, maar verandering is niet altijd verbetering. Als we verandering willen, laten we alvast bij onze denkwijze, onze mindshift, onze mentaliteit, laten we alvast daar beginnen. Voor de rest wens ik jullie een fijn weekend. En volgende week maandag hoop ik dat Yogi al in de bak zit. Mm. Oh, sorry. Ja, fijn weekend. Wat stel je voor? Moeten we die moeder in de studio interviewen of zeg je we moeten naar locatie gaan? Wat zegt hij? Wat zeg je? Je bent een gelovig mens. Tim Gwedalek Afiro tegen je. Atta is het op dezelfde. Ik bedoel dat ik nog niet af doen, niet af met moeite. Gewoon de sanne kong. Atta, ik had het alleen.
Zoals hij altijd heeft gedaan. We gaan het blijven volgen. DT heeft eigenlijk, kijk, ik weet niet als we de moeder nog een keer moeten interviewen. Want ze heeft al alles gezegd. Maar, of zijn er bijna, nieuwe is, bijna, nou, er zijn geen nieuwe dingen. Dus dat zeg ik toch. Dus ik weet niet als we dat interview nog moeten doen. Dus, want we hebben wel met de moeder gesproken. Natuurlijk, persoonlijk is weer een andere emotie. Ik heb niet dat we wat raar. Maar we hebben al gesproken nou, met die moeder. Ik denk dat de bewijs heeft ze gestuurd, dat soort dingen. Nee. Ik denk dat gewoon haar vader welkom heten en laat ze gewoon de zaak volgen. We gaan de politie de ruimte geven om alvast een onderzoek te doen. En als ze nodig is, dan zullen we de ruimte geven. Iemand schrijft hier, moeder in de studio. We gaan de reis naar de PK was bij ons hier. En nogmaals broer, ik eer je. Dankjewel voor het willen komen. Ja, we gaan eruit en de bedankje geeft eer aan wie eer toekomt. We zijn er later weer in een andere uitzending. Dan praten we met andere mensen. Ik ben Gerald Harderwijk. Roberto is de beste in de wereld. We gaan eruit. Dag.